Welkom aan de Sterrenkroos. We mogen hier een mooie hoekwoning verkopen met 4 slaapkamers, een mooie tuinkamer en een uitbouw hier aan de zijkant. Tuinkamer, wat is dat? Ik ga het je laten zien tijdens deze video. Kijk je mee? Ja, we beginnen even hier buiten nog steeds, want zoals je net al zag, deze woning heeft een mooie voortuin. Hier zie je hem nog een keer. En die kun je ook gerust inrichten als parkeerplaats. Er is 1 parkeerplaats ingetekend, maar zoals je ziet, ruimte voldoende voor 2 auto's. We gaan even boven beginnen. Ja, we zijn even op de 2e verdieping begonnen en er zijn dus 4 slaapkamers en dit is de 4e slaapkamer. Naast deze 4e slaapkamer heb je op deze verdieping nog voldoende bergruimte voor het stallen van je spullen. En hier vinden we ook de cv-ketel en de mechanische afzuiging die beide uit 2013 zijn. En dan hebben we hier nog 3 slaapkamers. Is dit de grootste slaapkamer, maar die is momenteel ingericht als hobbyruimte / atelier. En dan zie je nog een slaapkamer. Hier vinden we de ruime badkamer. Met een douchehoek, toilet en wasmeubel. We gaan gauw weer naar beneden, er is nog veel meer te bekijken. Ja, hier hebben we dus een mooie ruime hal waar we net binnenkwamen. Met een fraai toilet. Aan deze kant vinden we de schuur die dus aan de voorkant zit. En boven die schuur heb je ook nog een mooie bergzolder. En dan zijn we in de woonkamer aanbeland. Hier aan de voorkant is nu de eettafel, zitkamer en aan de zijkant is er dus een uitbouw. Waar zich de keuken bevindt. Op deze manier kun je een hele mooie grote keuken plaatsen. En zou je er ook nog een eettafel bij kunnen zetten, mocht je willen. Heb je echt een woonkeuken. Het is een fijne ruimte, want ook hier heb je lekker veel licht door deze lichtkoepel. En aansluitend vind je hier een bijkeuken. Handig om wat extra witgoed neer te zetten bijvoorbeeld. Maar je hebt hier ook nog een deur naar de tuin toe. En aan de andere kant achter jou is nog een deur naar de voortuin. En dat maakt eigenlijk je achterom. Hierdoor kun je naar je tuin. Wij gaan via een andere weg naar de tuin. Namelijk via de tuinkamer. Nou, dit is dus een tuinkamer. Er is in 2017 is deze prachtige uitbouw neergezet. En er is deze grote schuifbui geplaatst. En hierdoor is deze ruimte ontstaan. Dit noem je een tuinkamer, omdat het dus een kamer is gelegen aan de tuin, maar ook omdat hij in zijn geheel open kan. Hoe dat werkt ga ik je even laten zien. Want al deze glazen panelen kun je dus 1 voor 1 open doen. Enzovoort, je kunt je voorstellen. Het lekkere hiervan is, dus in de winter hou je ze lekker dicht. In de zomer kun je ze allemaal openzetten en hou je een fijne overkapping over. Is dat wel warm genoeg in de winter, hoor ik jou denken. Draaien we nog even om. Jazeker. We hebben hier namelijk nog een paar mooie heaters, waardoor je lekker snel de temperatuur ervaart en lekker kan zitten. Zomers draait de zon op een gegeven moment hier op en is het ook fijn dat je ook nog eens een zonwering hierboven langs hebt. Een mooie luxe uitbouw kan ik wel zeggen. Als laatste over de uitbouw, hij is ook nog eens onderheid. Hij is dus stevig gefundeerd, geen problemen met deze uitbouw. Nou ja, naast deze mooie tuinkamer hebben we gelukkig ook nog gewoon een tuin over. Je merkt het, hij ligt lekker in de zon. Naarmate de dag vordert heb je steeds meer zon in de tuin. Ik vind het een prachtige hoekwoning. Ben jij nieuwsgierig geworden? Maak dan gauw een afspraak, laat ik je de woning graag zien. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.